Beste kijkers, goedendag. Ja, vanochtend uh, is de dag koud begonnen. Wat zeg ik? Hartstikke koud. Op anderhalve meter hoogte daalde het kwik op Rotterdam Airport naar min 5,1 graden. En aan de grond zelfs naar ruim 9 graden onder het vriespunt. Het moet niet gekker worden. Een mooie is soms opkomst ook, zoals hier in Capelle aan den IJssel. Nou, het ziet er de komende dagen koud uit. Dat mag ondertussen wel duidelijk zijn, inclusief de paasdagen. Met s'nachts lichte vorst. Maar het droge weer zal toch heel veel goed gaan maken. Nou, we gaan eens kijken naar de nacht. En ja, die verloopt in ieder geval droog met wolkenvelden, afgewisseld door brede opklaringen. De temperatuur nou, die daalt weer tot onder het vriespunt. Min 1 tot lokaal min 4 graden. Er staat maar weinig wind. een zwakke tot hooguitmatige wind aan zee. Windkracht 3, uit het noorden tot Noordoosten. Ja, dan morgen overdag, de dus zaterdag. Nou, overheerst toch wel denk ik, de bewolking. Soms kan de zon even tevoorschijn komen en heel lokaal, nou, misschien een buitje van wat regen of wat ja, sneeuw, maar dat mag geen naam hebben, denk ik. Temperaturen komen uit op een graad of vijf. Ja, en de wind in wijdmatig, windkracht drie of vier, en komt uit het noordoosten. Nou, eerst en tweede Paasdag, dan zal de zon meer en meer de ruimte gaan krijgen. Vooral Tweede Paasdag is een mooie dag. Overal droog met flinke zonnige perioden. De temperatuur gaat moeizaam omhoog. Maandag een graad of 7. Ja, en kijk eens dat de temperatuur s'nachts. Het blijft gewoon echt ontzettend koud, met lichte voorspellingen rond min 3 graden. Nou, naar het zich nu laat aanzien, de hele volgende week blijft het koud in onze regio. Wel een mooie zonnige periode op dinsdag en woensdag. De temperatuur gaat aarzelend omhoog naar 8 graden op woensdag. Ja, en de nachten blijven koud. Dat in combinatie met een aantrekkende wind uit het oosten, daar gaan we weer, zal het voor het gevoel toch wel een heel stuk kouder gaan aanvoelen. Nou, Ten slotte nog een fraaie paasfoto van uh, ja, deze narcissen. Daar worden we blij en vrolijk van. En met deze weerfoto wil ik besluiten u een prettige Paasdagen toe te wensen. En heel graag tot woensdag.